deel 1 bespraken we de zogenaamde grote drie. Hamlet, Haarlem en Moeders passeerden de revue. Daarmee hadden we de drie grote naoorlogse auteurs uit ons taalgebied besproken. Of toch niet helemaal. De grote drie zijn immers allemaal Nederlanders. Het is hoog tijd om daar eens wat Belgisch, wat Vlaams tegengewicht voor te bieden. Tijd voor de grote twee. De belangrijkste auteurs uit de Nederlandstalige literatuur van bij ons zijn ongetwijfeld Hugo Claus en Louis Palbon. De beide heren hebben een rijk oeuvre, waren veelzijdige kunstenaars en hebben daarnaast ook een interessante biografie. Kom, we duiken er meteen in. Over de eerste naoorlogse auteur van bij ons kan ik vrij kort zijn. Het is te zeggen, over Hugo Claus valt er natuurlijk heel wat te vertellen. Veel daarvan hebben we echter al in de les gezegd, toen we hem bespraken als dichter en als schilder uit de Cobra-beweging en bij de luisteroefening over zijn boek De Verwondering. Toch zijn er nog enkele titels die de moeite waard zijn om te vermelden. Als dichter werd Claus bekend met zijn bundel De Oostakkerse Gedichten. En die heb ik hier. Hieruit lees ik trouwens graag tussendoor eerst een gedicht voor. Ja, sorry, ik kan niet anders. Een hagedis in de haren is het, en in het ruim een zwever. Een poging tot hangen is het. Een ren op een veld dat vlucht, slapen in een nauw en wankel zeil. Een aarzeling is het, een vlam, maar, en dit kon je niet weten, nabij is het kil en het beeft, tot, en dit kon je niet weten, de huid niet meer glijdt, maar in je handpalm ligt. De dauw, het mos, de steen. Hoor je de dichter liever zelf aan het werk? Klik dan op de link met de titel Envoi onder deze video. Dan leest Hugo Claus zelf een van zijn beroemdste gedichten voor. Misschien ken je het wel in de gezongen versie van Absent Minded. Ook die versie vind je hieronder. Als romanschrijver zadelde Hugo Claus menig Vlaamse huiskamer op met prachtige boekenkastdecoratie. Ik heb het hier zelf ook staan. Voilà. Het verdriet van België. Dit zou een van de meest aangeschafte, maar minst gelezen boeken in onze streken zijn. Het is dan ook een stevige kloever, zoals men zou zeggen. Maar wie van een uitdaging houdt, kan er misschien wel eens aan beginnen. Verder leidde Claus een tot de verbeelding sprekend leven. De link naar zijn Wikipedia-pagina vind je via de link in de beschrijving van deze video. Hoor je liever iemand anders bezig over de auteur, dan kan je het interview met Mark Didden bekijken en beluisteren, ook weer via een link hieronder. Het interview vond plaats in de context van de tentoonstelling over Claus met de titel Con Amore in Beaux-Arts in 2018. Mark Didden was bevriend met Hugo Claus en heeft naar aanleiding van de 10-jarige sterfdatum van Hugo Claus een prachtige tentoonstelling voor hem in elkaar gestoken, echt aan Claus gewijd met liefde, Con Amore. Hugo Claus schreef ook toneelstukken. Hij regisseerde enkele films, waaronder De Leeuw van Vlaanderen. Hij hield graag journalisten voor de gek en tot slot nam hij de moedige beslissing om als een van de eerste publieke figuren via euthanasie uit het leven te stappen. Dit gebeurde nadat hij had aangegeven niet verder te willen aftakelen door de ziekte van Alzheimer. De uiteindelijke gebeurtenis kreeg veel publieke aandacht in 2008. Maar genoeg over Claus dus. Ik wil het vooral even over die andere auteur hebben, namelijk Louis Paul
Boom. En om te vermijden dat je de tot nu toe besproken auteurs zou vergeten, maar ook om aan te tonen dat het uiteindelijk ook soms gewone mensen zoals jij en ik waren, voegde ik een prachtig beeld van Klaus en Mulisch in zwembroek toe. Probeer dat maar eens van je netvlies te krijgen. Louis Paul Boon heeft de Eerste en de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is ook merkbaar in zijn vroegste werken. Toch valt op dat Boons werken aanvankelijk niet goed verkochten in Vlaanderen. Zijn belangrijkste werk, De Kapellekesbaan, werd door uitgeverij Manteau, een belangrijke uitgeverij, zelfs geweigerd. Dit meesterwerk werd later, samen met Minuet, nochtans zijn meest vertaalde werk. Mogelijk was het ook De Kapellekesbaan dat ervoor zorgde dat Boon in aanmerking kwam voor de Nobelprijs voor de literatuur. Een van de grootste drama's uit onze literatuurgeschiedenis is echter dat hij die prijs nooit in ontvangst kon nemen. Enkele maanden voordat hij bij de Zweedse Academie de prijs waarschijnlijk had gekregen, overleed hij aan zijn schrijftafel. Het zou nog maar de tweede Belgische auteur geweest zijn die de prijs zou hebben ontvangen, naast Maurice Maeterlinck, een Belgische, een Gentse auteur die vooral bekend is van zijn werk L'Oiseau Bleu of De Blauwe Vogel. Naast zijn veelvertaalde werken is Boon vooral bij het brede publiek gekend door zijn documentaire roman Priester Daans of hoe in de 19e eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht. Het is dus aan Louis Paul Boon te danken dat Studio 100 nu al voor de tweede keer het verhaal van deze Aalsterse priester in musicalvorm kan vertellen. Boon heeft heel lang de bijnaam realist gekregen. Het is te zeggen, hij was een realistische schrijver met soms neiging tot naturalistische kantjes, zoals in de roman over priester Daans. Maar ik wijs toch graag ook nog even op een deugnietig kantje van Boon. Hij is namelijk niet alleen auteur van grote literatuur, realistische literatuur, maar ook van pornografisch materiaal. Zo is Mieke Maaikes op Obscenejeugd zeker geen voer voor lichtgeraakte zieltjes. Ook zijn fenomenale Feminatheek, een collectie van vrouwelijke naaktfoto's, die meermaals als tentoonstelling verboden werd, sluit aan bij dit kantje van Boon, waardoor hij soms ook wel eens een vizentist werd genoemd. Naast auteur was Boon ook kunstschilder. Schreef hij cursiefjes, korte tekstjes, voor het Gentse blad Vooruit en zat hij even in het panel van een televisiequiz. En samen met Klaus mogen we hem dus tot de grote twee rekenen. De grote twee naoorlogse auteurs van bij ons. In feite zou het zelfs eerlijker zijn om van de grote vijf te spreken, om zo wat eenheid te scheppen in dat naoorlogse Nederlandse taalgebied. Maar na deze vijf grote mannen uit de Nederlandstalige literatuur van het midden van de 20e eeuw, kan je natuurlijk een heel belangrijke vraag stellen. En de vrouwen dan? En die vraag is natuurlijk terecht. Ik probeer het gebrek aan vrouwelijke aanwezigheid wat op te vangen door jullie aan Maria Vazalis voor te stellen. En daarvoor neem je er best opnieuw je leerboek bij op pagina 142. Ik lees deze biografie even voor. Maria Vazalis was een Nederlandse dichteres en psychiater. Ze studeerde geneeskunde en antropologie en werd arts in Amsterdam, later kinderpsychiater in Assen en Groningen. In 1940 debuteerde ze met de bundel Parken en Woestijnen. Ze schreef ook essays en een novelle. Haar werk werd bekroond met de Constantijn Huygensprijs en de PC Hoofdprijs. Ze schreef traditionele gedichten die vaak gekenmerkt worden door het gebruik van personificatie en antropomorfisme. Vaak eindigen haar teksten op een zelfbespiegeling.
Ja, en ik moet hier al meteen een stevige correctie aanbrengen. Volgens de Wikipedia-pagina van mevrouw Vazalis, de meest betrouwbare bron aller tijden, zoals iedereen wel weet, is haar voornaam niet Maria, zoals vaak verkeerdelijk wordt aangenomen en zoals trouwens ook foutief in jullie boek staat, maar wel Margaretha. De verkorting tot de M met een puntje is te wijten aan haar wens om niet als vrouw bekend te staan in haar beginperiode. Dat zou een andere, en misschien wel minder waardige lading aan haar gedichten hebben gegeven, want vrouwelijke dichters en schrijvers werden destijds jammer genoeg minder gerespecteerd. Dat is trouwens ook de reden waarom we de auteur van de Harry Potter-verhalen kennen als J.K. Rowling en niet Joanne Rowling. Zij heeft ervoor gekozen om die initialen van haar voornaam te gebruiken om de suggestie van een mannelijke auteur op te roepen, om zo dan misschien wel weer meer te verkopen of toch alleszins meer gerespecteerd te worden. Het bizarre is wel dat zij daarna een ander pseudoniem heeft gekozen, namelijk Robert Galbraith, en dat er dan op die boeken, op het moment dat zij al als vrouw bekend stond, een sticker werd gekleefd van de auteur J.K. Rowling van de Harry Potter boeken. Dus dat was een heel bizarre situatie. Nu, los daarvan, ook de familienaam van mevrouw Vazalis, van M. Vazalis, is een pseudoniem. Vazalis is de latinisering van haar achternaam Leenmans. Iets dat ze van haar vader had afgekeken trouwens, aangezien hij in zijn studententijd ook al publiceerde onder de naam Vazal. En zoals ik al zei, debuteerde Vazalis in 1940. Daarna volgden nog twee dichtbundels tijdens haar leven, De Vogel Phoenix in 1947 en Vergezichten en Gezichten in 1954. De drie bundels die tijdens haar leven verschenen, bevatten in het totaal slechts 100 gedichten, wat toch niet zoveel is. In 2002 verscheen postuum nog de bundel De Oude Kustlijn. En deze uitgave werd verzorgd door haar drie kinderen op haar eigen verzoek. Ik lees nu het gedicht voor dat je ook terugvindt in je boek op pagina 143. Tijd. Ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk. Om mij heen schoot alles op, schokte en beefde wat stil lijkt. Ik zag de drang waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen, terwijl ze hees en hortend zongen, terwijl jaargetijden vlogen, verkleurden als regenbogen. Ik zag de tremor van de zee, zijn zwellen en weer haastig slinken, zoals een grote keel kan drinken. En dag en nacht van korte duur, vlammen en doven flakkerend vuur. De wanhoop en welsprekendheid in de gebaren van de dingen, die anders star zijn en hun dringen, hun ademloze vredestrijd. Hoe kon ik dat niet eerder weten, niet beter zien in vroeger tijd? Hoe moet ik het weer ooit vergeten? Zo, dat was weer heel wat literaire informatie. Ik hoop dat jullie de grootste namen van de Nederlandstalige literatuur uit het midden van de 20e eeuw nu wat beter kennen en dat jullie misschien een vonkje hebben gevoeld om eens te proeven van een van de voorgestelde werken. Als je dus denkt dat er enkel interessante literatuur is geschreven in het Engels of in andere talen, dan hoop ik je een beetje overtuigd te hebben om de Nederlandse auteurs, Nederlandstalige auteurs, ook een kans te geven. Afsluiten doe ik met een gedicht van Alice Nahon. Een dichteres uit Antwerpen, die weliswaar niet tot de naoorlogse periode hoort. Ze leefde tussen 1896 en 1933, maar toch. Na een hele reeks mannen en Nederlanders leek het me beter dat een vrouw van bij ons het laatste woord kreeg. Het gedicht is een absolute klassieker, dat vroeger uit het hoofd geleerd moest worden door veel schoolkinderen. Misschien moet je het ook eens proberen in deze periode waarin je daar de tijd voor hebt. Het hoeft zelfs niet dit gedicht te zijn. Succes! Vergeet de Google Form niet in te vullen en tot de volgende keer. Het is goed in tijgen her te kijken, nog even voor het slapen gaan, of ik van dageraad tot avond geen enkel hert heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezen lei, of ik aan liefdeloze mensen een woordje van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten dat ik één droefnis genas, dat ik mijn armen heb gewonden rondom één hoofd dat eenzaam was, dan voel ik op mijn jonge lippen die goedheid lijkt een avondzoen. Het is goed in het eigen hert te kijken en zo zijn ogen toe te doen.